De overheid moet met een gefaseerd onderwijsprogramma komen om de achterstand die studenten tijdens de actie hebben opgelopen in te halen. Dat zei de ondervoorzitter van het jeugdparlement Konrad Acton gisteren tijdens een persconferentie van het NJP. Volgens Acton hebben bepaalde studenten nu al moeite met de leerstof. Als de achterstand niet op de juiste manier wordt ingehaald, zullen er meer drop-outs komen, zegt hij. En dat niet de leerkrachten en scholen over de aladal examens en toetsen gaan geven en repetities gaan geven van 3 en 4 in een dag, waar onze leerlingen daar eigenlijk geen resultaten en voordelen aan hebben. Dus we hebben daar ook aan gedacht en we hebben morgen, om het al te zeggen, samen met het collectief, hebben we morgen al om 9 uur een gesprek met de minister van Onderwijs, waarover we over een aantal zaken gaan praten. En terugkomen daarop, we gaan praten over jongeren. Op dat moment de scholen om toegang te krijgen naar de schooldirecteuren. Om vanuit de schooldirecteuren bepaalde bewegingen op gang te brengen. We gaan praten over het onderwijsminister. Wat als de school begonnen is. En hoe gaan we ervoor zorgen dat er een programma komt. Die ervoor zorgt dat die inhaalslag gemaakt wordt. En dat jongeren die niet eraan gaan. Hoe doen we met jongeren die niet mee gaan kunnen met het proces de komende periode. Dat alles hebben we zitten uitwerken de afgelopen vergadering. En we hebben morgen die vergadering met het ministerie. En we zullen ook al dit soort vragen stellen aan het ministerie om in elk geval een goed draagvlak te creëren en te weten welke richting we op gaan. Ook zal het jeugdparlement de regering en de bond van leraren voor het gerecht slepen. Op die manier willen ze het onderwijsproces weer op gang krijgen. Acton geeft aan dat de regering en de BVL de studenten momenteel het recht op onderwijs ontnemen. De zaak zal via een paar studenten aanhangig gemaakt worden, omdat het jeugdparlement geen rechtspersoon is. En dan, we zitten vandaag op maandag. En als we kijken dat we vandaag, maandag, nog doorpraten op dinsdag, iedereen op één lijn krijgen. Want je hebt natuurlijk ook in deze meningsverschillen op sommige momenten. Iedereen op één lijn krijgen. En als we dat alles hebben, dan dienen we dat in. En het schrijven naar alle internationale organisaties, die zitten in concept al klaar. We moeten misschien enkele veranderingen brengen aan bullets. Dan gaan we ook kijken in deze tijdsperiode. En die worden natuurlijk naar via het ministerie van Buitenlandse Zaken protocol opgestuurd. Heeft u al gesproken met deze actoren, de minister van de minister? We hebben met het ministerie van Sport en Jeugdzaken hebben we gepraat. Ja, die is content met ons en die zegt van oké. Wat betreft het ministerie van Onderwijs, we hebben om en bij een uur terug gesprek met de minister gehad. Hij nodigde ons uit voor een uur, maar we zouden niet kunnen vanwege de persconferentie. Dus hij stelde voor dat we morgen 9 uur gaan. En we hebben ook onze andere actoren die met ons samenwerken gepraat en gezegd van oké, nu is het tijd. We hebben gepraat en gepraat en gepraat, dialoog. En als dat niet komt, dan moeten we nou eindelijk omdraaien aan een paar boten. Dat was Konrad Acton, ondervoorzitter van het jeugdparlement, gisteren tijdens een persconferentie. Het NJP zal de regering en de BVL voor het gerecht slepen om gedaan te krijgen dat het onderwijsproces wordt genormaliseerd. Intussen heeft ook de staat een kort geding aanhangen gemaakt tegen de BVL. Raadsadviseur Eddie Josefsoon heeft dit vandaag in de media bekendgemaakt.